De ouders en zus van Björg Lambrecht krijgen als eerste een exemplaar van het boek Ik had een droom. Het is duidelijk een emotioneel moment voor de familie. Ze twijfelden geen moment toen uitgever Raf Willems en auteur Yves Brokken met het idee kwamen om een boek te schrijven over Björg. We hebben daar redelijk snel op ingegaan, omdat het een mooie herinnering blijft voor ons, maar ook voor alle zijn supporters, familie. En hij verdient het ook wel als persoon van zo'n boek te kunnen krijgen. Ja. Het doet deugd, maar terzelfde tijd is het heel pijnlijk. Maar allee, het is wel goed dat er gekomen is. Maar, ja. Het is een mooie herinnering aan Björg. Het beschrijft hoe fantastisch hij is. Hij was als renner, maar ook als persoon. Altijd goed las, altijd vriendelijk. Enkel vrienden en geen vijanden. Hè. En het eerste moment dat hij ooit bij mij geweest is, had ik het gevoel van, dat is iets speciaal. Niet als renner speciaal, maar als mens. Dat was een zeer eenvoudige, leuke, fantastische jongen. En dat was voor mij nog belangrijker om een coureur te zijn. Amper 22 was Lambrecht toen hij om het leven kwam. Ondanks zijn jonge leeftijd valt er toch heel wat over hem te vertellen. Hij was een beloftevol renner, een Belgisch toptalent. Maar hij was bovenal een goed persoon, een jongen die altijd lachte. Hij had bijzonder veel respect voor zijn entourage, voor de mensen rondom hem, voor zijn collega's, iedereen die ook maar iets deed voor hem. Die bedankte hij altijd uitvoerig. En hij was ook heel vergeetachtig, speels. Maar als het koers was, was hij daar. En dan was hij super gefocust en hij was bezig met zijn toekomst, met zijn voeding, met zijn materiaal, alles. En ja, dat maakte hem een unieke figuur in het peloton. André Greipel, Egan Bernal en nog tal van andere renners halen in het boek herinneringen op. In totaal staan er 76 getuigenissen in. Vaak gaat het om unieke anekdotes waar zelfs zijn ouders niet van op de hoogte waren. Hij heeft bijvoorbeeld op... hij was toen al hoog in de rangorde bij Lotto Soudal, denk nog bij de U23, maar hij reed met de fiets naar een vijf. En ja, ze hadden gezegd dat hij gevallen was, maar hij had uiteindelijk een sidekick gedaan van een trap en had zijn voeten gebroken. Of, ja, zo'n dingen maakte hij ook wel mee met Björg. Dat kon eigenlijk niet, maar ja. En dan ja, anekdotes aan de lopende band van het vergeten van Björg, maar dat wist me ook al. We hebben ook al verschillende keren teruggereden naar het hotel voor hem. Nog als me de wedstrijden volden voor van alles te gaan ophalen dat te vergeten was. Dus, Het staat nu al beschreven, dus het is in feite alleen, mooi voor iedereen voor te lezen. Het, is, ja, het zit van alles in. Dus, het is niet enkel wielrennen. Door het boek heen ga je Björg echt leren kennen hoe dat hij was. Van klein tot zijn 22 jaar ga je perfect weten hoe dat Björg in elkaar zat. Het is een prachtig boek, met de lach en de traan zal het zijn.